ben echt... Ik werd wakker en ik schrok me even dood. Hebben jullie dat ook meegekregen? Anticlimax dit. Zo, pam! We gaan gewoon dood. Dit is dus nu het zwembad hoe het erbij ligt. Wow. Kijk, zijn dit geen spiegels? Ik weet niet meer wat spiegel is. Wat... Ah, dit is een mooi plaatje zo. Ik heb het nog nooit laten zien volgens mij. Jongens en meiden, en welkom weer terug bij een nieuwe vlog. Ik heb vandaag iets superleuks binnengekregen. En voor de mensen die de vlog van, ik denk zo'n anderhalve week geleden gezien hebben, die weten waar dit over gaat. Ik zal het eventjes voorlezen. Dit kaartje heb ik gekregen, natuurlijk de lekkerste. En er staat op: Hi Gio, respect hoor. 1 meter kapsalon opkrijgen, wij doen het je niet na. Jij mag jezelf nu een echte frietbaas noemen. En daar hoort onze enige echte frietbaas hoodie bij. Nou, dit gaat natuurlijk over die video inderdaad, dat we die 1 meter kapsalon opgegeten hebben. En dat ik daarna echt alles eruit gekotst heb in de vlog. En dit is dus de hoodie die ze me opgestuurd hebben. Frietbaas bij Qualitaria. Nou jongens, hartstikke bedankt. Hartstikke mooi. Ik zou eigenlijk aan jou kunnen geven. Jij bent echt de frietbaas hier. Ik ben een echte frietbaas, ja. Maar goed, weet je, als jij hem wil, dan mag jij hem. Wil jij hem hebben? Nou ja, op zich. jij mag deze hebben, ja? Ja, op zich. Maar voor maat is het. Jij bent de echte frietbaas. Lindy eet natuurlijk alleen maar friet met mayo en alles. Dat is echt niet waar. Ik hou gewoon van friet, maar het is niet dat ik het altijd eet. Wij beginnen de dag hier lekker met een ontbijtje. Niet met friet gelukkig en ook geen kapsalon, maar gewoon een lekkere pita. Kijk. Ja, jij hè, meneer. Ja, jij hebt hier een eitje. Dat is weer een heel ander ontbijtje. Alsjeblieft. Dankjewel. Lekker hoor. Mooi. Wij zijn de auto ingestapt, jongens. Want we gaan naar de zonnebank toe. Ja, het is altijd een beetje een dingetje eigenlijk, hè, de zonnebank. Ja, klopt. Want vaak wordt gezegd natuurlijk dat het super slecht is voor je. En dat je er, nou eigenlijk gewoon heel simpel gezegd, huidkanker van krijgt. Er zijn ook heel veel studies en alles nagedaan. Dus ja, of dit nou, ik wil zeggen, het goede voorbeeld is, weet ik niet. Maar ja, wij gaan gewoon even lekker naar de zonnebank toe. Om het juist ook op te bouwen voor de vakantie. Dat je niet in één keer verbrandt. Ja, dat klopt. Dat ook. En vorige week zijn we dus ook gegaan. En het was echt, ik keek mijn ogen uit. Ja, echt. Ik was echt verbaasd. Mijn ouders hebben dus een zonnebank boven op de zolder staan. Maar dat ding is al misschien 20 jaar oud of zo. Dus ik ging hier onder de zonnebank liggen. En je hebt allemaal gekke functies met muziek. Airco zit erin, je hebt een luchtverfrisser, hij spuit om de 5 seconden spuit hij water op je voordat je het niet te heet krijgt. En ik rijd verkeerd volgens mij. Nee, je rijdt goed. Oh nee, ik rijd wel goed. Nee, je rijdt verkeerd. Rijd verkeerd? Ik weet het niet. Oh, ik weet het niet. Lin! Zonnebank, ik ga even, ja, hier. Nee, ik rijd verkeerd. Nee, maar nogmaals, ik keek echt mijn ogen uit. Ik wist niet dat er al zulke hyper deluxe zonnebanken bestonden. Ik zal het jullie straks gaan laten zien. Want het is best wel even leuk om te laten zien hoe die dingen dus er echt uitzien. Ik ga normaal gesproken echt nooit naar de zonnebank. Maar omdat ik vorige week geweest was en ik zag echt even lekker goed bruin, vind ik het wel fijn om het heel eventjes bij te houden. Ook voor de vakantie straks dus inderdaad. Dan word je dus ook weer, weer helemaal lekker bruin. Je moet het before en after maken. Als jij van dit randje hier bij jou. Straks? Ja. Ja, want dat is echt niet normaal. Hè. Ik heb ook wel echt aanleg om dus bruin te worden. Daar ben ik wel echt blij mee. Dat is echt een zegen, vind ik altijd. Want ja, het klinkt misschien heel stom, maar als je er bruin uitziet, dan zie je er ook gewoon... Hé, duimpje naar het jongetje. Zie je er ook gewoon echt een stuk gezonder uit. Doe eens heel even je pet af. Je kan het zo zien. Ja, jij krijgt echt zieke sproeten. Sproetjes. Maar je zal het straks wel zien bij je. Sowieso bij vakantie licht. Ook. Ja, dan ga je echt hele gekke sproeten krijgen, denk ik. Ja. Maar we gaan straks de before en de after ook even laten zien van ons natuurlijk. Nu zien we er zo uit. We hebben al het 1 keertje gehad. En straks nog meer. Ik ben dus binnen, jongens. En ik weet niet of... Ik heb ooit een keer in mijn vlog de zonnebank van mijn ouders laten zien. En dat was echt gewoon een heel simpel ding met alleen wat latjes. Maar kijk eventjes hoe geavanceerd deze dingen eruit zien. Echt super gaaf. Nou, je kan dus hier... Hoe wilt u vandaag bruinen? Lin ligt trouwens hier aan de zijkant. Sensitive, medium of intensive. Nou, ik ga voor ik denk de sensitive. Dus dat is gewoon het lichtste standje. En dan heb je hier dus boxen zitten. Kijk, dus er hoort gewoon muziek uit of radio of andere dingen. Je hebt hier airco gaten zitten. Dus het wordt gewoon allemaal lekker in je gezicht koel. En het is helemaal niet extreem warm. En als je dus straks ligt, kan je via dit schermpje dus alles bedienen. Nou, ik vind het echt heel lijf om te zien. De vorige keer dat ik hier kwam, dacht ik echt, wat? Ik wist niet dat dit gewoon tegenwoordig allemaal bestond. Hier, comfortinstellingen. Wat je allemaal kan doen. Muziek. Geactiveerd. Yes. Je kunt uw smartphone nu met de zonnebank verbinden. Je zou gewoon je eigen muziek er ook op kunnen doen. Echt allerlei gave dingen. Oh, dit is radio volgens mij. Nou, ik ga in ieder geval hier, kijk. Je kan op aroma zetten, dus dat is dit. Dan krijg je om de zoveel tijd krijg je lekker water in je gezicht gespoten. En dan ga je gewoon lekker liggen. Dus ik ga. Is
Intensief geselecteerd. De zonsessie start medium geselecteerd. De zonsessie start binnen enkele seconden autosensitief geselecteerd. De zonsessie start binnen enkele seconden automatisch. Of door te drukken op de starttoets. Daar gaan we. O jee. Start. De blauwe leds intensiveren de ophalingsresultaten. Denk eraan om een tegen UV-beschermende bril te gebruiken. Die heb ik niet. Nou jongens, tot over 20 minuutjes. Zo. We zijn weer klaar. Lekker. Ik hoor dat ding eens ook even afkoelen. Kijk eens. Wat een systeem, hè? Ja, echt top. Ik sta buiten. Dus helaas geen zon, jongens. Maar we zijn dus hier geweest. Kijk eens aan. Zonnestudio Capelle Ergolijn. Echt heel chill. Zit ook gewoon lekker in de buurt. Dus dat is wel wat chill. En we zitten weer lekker terug in de auto. Zo. Zien we er gelijk gezonder uit of niet? Ik denk het, maar jij hebt dus gewoon sproetje. Mag is er zo op je zicht? Ja. Ik vind het dus echt heel fijn. Kijk. Oh, hij is helemaal niet scherp. Hoe kan... Nou, maakt niet uit. Maar ik geloof je best. Het chillen is dus echt ook gewoon... Ik vind het ook fijner kijken met vloggen voor als mensen kijken naar mij. Als je naar zo'n vies wit gezicht moet kijken... Vies wit gezicht, nou. Een ongezond wit gezicht. Nee, ik heb soms vlogs van mezelf teruggekeken en dan zag ik zo wit. Ja? En dan dacht ik, jeetje, waarom heb ik niet even iets aan mezelf gedaan daar? Ja. Ik zeg maar, als je de brein... Ja, wat ik al zei net. Als je de brein eruit ziet, zie je er ook gewoon gelijk... Ik sta even in mijn schermpje te kijken, hoor, jongens, sorry. Naar mezelf. Ziet er ook gelijk wat gezonder uit. Kijk, nu is het helemaal heftig natuurlijk, want je komt er nu net onderuit. Dus het zakt er straks weer een beetje weg. Ja, ik vind het wel lekker. Ik ook, heerlijk. Maar iedereen heeft wel een beetje een verdeelde mening over natuurlijk. Maar dat moet iedereen lekker zelf weten. Kijk naar jouw sproetjes. Ja, bij jou zie je het ook echt wel goed, hoor. Ik vind het in ieder geval echt een dikke win-win situatie, jongens. Laat me achter of jullie het ook fijner vinden kijken naar mij als ik er gewoon een beetje lekker bruin uitzie. Vind jij het fijner kijken naar mij als ik er lekker bruin uitzie? Het maakt me echt niks uit. Ja. Ja. Het maakt me echt niks uit. Nee. Maar we gaan in ieder geval weer lekker terug naar huis. We hebben vanavond dus ook iets super leuks staan op de planning, jongens. Waar gaan mijn ouders mee? Lin gaat mee. Jelle gaat mee. En we gaan dus naar een museum vanavond. Het Moco Museum in Amsterdam. Maar het is echt een super mooie plek. Echt heel gaaf. Ja. Ja. Oh, ik moet even gas geven. Dat was oranje. Niet het goede voorbeeld. Bij mij moet je altijd stoppen, jongens. Altijd stoppen. Oranje is gewoon gas bij. Zo heb ik het mezelf aangeleerd. Nee, dit is niet het goede voorbeeld. Oh, soms geef ik echt gewoon niet het goede voorbeeld. Maar ja, weet je, als je heel je leven lang het perfecte voorbeeld moet zijn voor mensen en maar moet leven zoals die standaarden, dan heb je echt een heel saai leven, denk ik. Ja, klopt. Eens. We zijn dus heel eventjes op bezoek bij Sidra, de buurvrouw. Kijk eens even, jongens. Het huis wordt dus, we hebben het er net even over gehad. Het huis wordt dus deze zomer wordt die aangepast. Of tenminste gaan ze het helemaal opknappen. En kijk, dit is dus nu het zwembad hoe het erbij ligt. Je weet natuurlijk dat ik ook voor een zwembad ga. Maar check eventjes. Dit is dus gewoon echt een zwembad. Als je er natuurlijk maandenlang niks mee doet. En in de winter het gewoon helemaal zo laat. Het is echt smerig. Niet normaal. Ik denk dat je hier echt geen duik in wil nemen. Ik denk ook niet dat het gezond is als je hier nu zeg maar erin gaat. Het huis van de buitenkant, kijk zo, ziet het er best wel, ja, als het geschilderd zou zijn, ziet het er best wel dik uit. Het lijkt een beetje op mijn huis. Mijn huis, het is wel grappig om te vertellen, was dus bijna precies hetzelfde als dit. Totdat de vorige bewoners het helemaal opgeknapt hebben dus. Nou, en nu ga ik zelf natuurlijk ook de tuinen onder handen nemen. Maar ja, in de zomer ziet het zwembad er natuurlijk ook wel heel anders uit. Dit is echt niet te vergelijken nu met het badje wat je hier ziet. Sidra zegt net tegen mij, ja, je moet natuurlijk ook even de mooie dingen van het huis laten zien. Nou, het huis is, ik heb dat al vaker jullie laten zien, is natuurlijk voor de rest aan de binnenkant super mooi, kijk eens, ingericht. We gaan dit ook even laten zien. Sidra, mag ik naar boven? Kijk, oh sorry. Kijk jongens, hier mooi die vloerbedekking en de badkamer. Hé, hey. Ah, dit is een mooi plaatje zo. Ik heb dit nog nooit laten zien volgens mij. Nee. Echt mooi. Alleen de lelijke dingen. Klopt. Ja, de badkamer is echt heel mooi. Er komt nog een sauna waar je zo. Komt hier een sauna? Echt? Ja, dat is een mooi huis, jongens. Kijk, hier een mooi toilet. En dan hier ook nog mooi. Kijk, de bovenverdieping hier. Nou, dat was ook de bovenverdieping. Daarachter is de badkamer. Maar hier heb je een hele mooie inloopkast. Oh, wauw. Ik heb er nog nooit laten zien. Ja, jongens, nogmaals, als ik dit zo zie. Kijk dan, oh, die douchekop ook, hè. Fucking chill dit. Hele grote douchekop. Heel lekker. Oh, heb ik ook echt zin om mijn eigen badkamer helemaal te restylen. Nou, dat heb ik al sowieso vaker gezegd. Echt een goede badkamer, Sidra. Nou, toch. Fijn. Mag ik ook een douchen? Ja, mag ik ook een douchen? Ja, maar.
Nice. Zo, jongens, ik ga er even vandoor. Ik laat de vrouwen even lekker met elkaar. Even lekker een ding doen, even lekker gossipen. Of weet ik wat ze aan het doen zijn. Kijk, nou. Dit is trouwens ook de auto van Citra. Mooie Range Rover. Zoals jullie weten, ik ben natuurlijk altijd Range Rover fan geweest. Ja, goeie. En toch zou ik niet zo snel... Ja, zeg nooit nooit. Maar zoals ik altijd al gezegd heb, ben ik echt zo fucking blij met deze. Ondanks dat hij helemaal lekker smerig is. Maar ik ga even lekker naar binnen. Ik weet niet of ik ooit nog terug zou gaan naar Range Rover. Misschien als ik een gezin zou hebben. Het is wel echt zo'n grote, gaaf gezinsauto natuurlijk. En ook super veilig als je in zo'n... Ja, als je een beetje van het slechtste uitgaat. Als je een ongeluk maakt in zo'n Range Rover. Die dingen zijn zo groot en veilig. En dat is wel echt het voordeel van ook die auto's. Maar nu ga ik echt uit van het slechtste. Want ik hoop natuurlijk dat ik nooit een ongeluk maak. Even afkloppen. Op. Ah, Lim blijft dus even lekker bij Sidra. Nogmaals, ik heb het echt vaker gezegd in mijn vlog. Het is echt leuk dat we zo'n goede band hebben met de buurvrouw. Dat is echt heel fijn. En wat echt bizar is, want ik heb nu natuurlijk een beetje aan jullie de binnenkant van het huis laten zien. Maar als je gaat kijken naar waar zij vandaan komt, met hoe dat huis eruit zag. Volgens mij staan er nog foto's op Funda online. Dan weet je niet wat je ziet. Ik weet niet of het de scherpste foto's zijn, maar kijk, dit is hoe het er eerst uitzag. Je zag de tuin er natuurlijk nog best wel mooi uit. Maar dat was al lang niet meer zo. Maar als je dan de binnenkant bekijkt, dat is echt niet normaal wat een verschil dat was. Ik denk dat je het gewoon bijna niet meer terug herkent hoe dat huis eruit zag. Ze hebben zo'n grote verbouwing gedaan daarbinnen. Dus het is ook zeg maar niet zo heel raar dat de buitenkant er nog niet zo heel mooi uitziet natuurlijk. Want het is ja gewoon stapsgewijs moet dat gebeuren. Maar als je ook hier de bovenverdieping checkt van hoe dat huis eruit zag. En ik heb het jullie nu natuurlijk laten zien hoe het er nu uitziet. Is het echt een belachelijk groot verschil. Niet normaal. Al die kleuren van het huis, hoe het er daarvoor uitzag, was echt, het is echt een wereld van verschil. Daarom, het is wel echt super mooi opgeknapt. Meneer Letoy. Ja. Wat? Wacht even. Dit? Ja. Dit? Ja, dat weet ik. Maar als kapper kan ik niet in mijn sokken gaan staan hier. Je bent geen kapper meer. Ja, ik nu... Nee, je bent geen kapper meer. Ja, dat hoef je niet te doen dan nu. Nee, ja, oké. Okay. Nou jongens, moeders geven wel het goede voorbeeld. Ja, mijn schoenen staan op de mat. Ja, maar ik niet. Wat is de smoes? Nou, het is geen smoes, maar als ik jou ga staan te knippen, dan vallen de haren op de grond. Dan ziet al die haren aan mijn sokken. En denk je dat mij dat uitmaakt? Ja, mij wel. Oh jongens, ja, ik word even een beetje bijgewerkt. Want we gaan dus... Hè? Eigenlijk maar een klein beetje. Ja, ik ga nog wel één keer de andere keer naar de kapper. Naar iemand die wel echt nog kapper is. Ja, ik kan er niet meer. You. En jij bent officieel geen kapper meer natuurlijk. Natuurlijk wel, dan blijf je leven, joh. Ja? Je wordt geboren als kapper, hè? Is dat zo? Ja, dat zeggen ze. Je wordt geboren als kapper. Oké. Okay. Mijn nek houdt een beetje bijgewerkt, want het groeit bij mij altijd echt super snel. Haar in mijn nek. Ik heb gelijk heel matje dan. Je kan het goed laten zien hoe het er bij mij aan de achterkant uitziet. Ja. Want ik heb ook heel slecht licht trouwens. Het groeit altijd helemaal... Nou ja, dit. Ja, dat is niet best. Dat is helemaal uitgegroeid. Ik sta het in mijn eigen licht. Dus dat gaan we eventjes netjes maken. Voor de rest ga ik het niet te veel afhalen hoor dan. Dan mag Jules weer doen. Ja, Jules de andere kapper. Maar daar ga ik maandag heen jongens. En dan is dit het eindresultaat. Ja? Ja, het is gewoon puur eventjes je nekharen weggehaald. En bij de... Ik kan het niet zien. Dus ik dan kan je die in je vlog zien met de edit. Ik vertrouw op jou. Ja, het is echt peanuts. Ik had eigenlijk mijn schoenen best uit kunnen doen. Godsamme. De mannen zijn klaar. Kijk eens, we hebben onze taxi driver hier. Hallo, hallo. Zo, meneer de Uber. Hallo, meneer de Uber. Hallo. Moet ik altijd wachten op die vrouwen? Nou, hè. Potverdorie. Nee hoor, jongens, de vrouw. Echt niet. Oh, kut. Sorry. Je staat in huis te bellen met papa nu. Ja, papa belde mij. Nee, ik had het niet over jou hoor. Oh. Hey vrouwen. Hey mannen. Oh, wie duurde het langst van jullie twee? Niemand. Ja, wie stapt als laatste in? Ik hè? Ik heb het niet gezien. Oh. Oh. Moeders. Nou, nu moeten we nog Jelle dus ophalen, jongens. We komen aan bij de plek waar Jelle is. Daar is hij. Ja. Ja. Zo. Hey. Je hebt het privilege om tussen twee vrouwen in te zitten, jij. Oh. Zo. Ja, daarom ging hij ook mee. Ja, dat is de reden. Hij wist dat gewoon. Hey. Hij wilde eerst niet. Ik wist helemaal niet wat het plan was, man. Ik stap gewoon zo in. Je mag een wens doen. Tussen twee vrouwen. Wat is je wens? Je moet hem hardop zeggen. Nee, daar komt het niet uit. Heb je een wens gedaan? Ja. Nu weet ik echt wel niet naar wat. Niet zeggen. Echt niet? Nee, want dit is ook echt een zieke wens. Dus als deze niet uitkomt, heb ik ook echt een probleem. Ik weet het al. Wat? Als je rijk wordt.
Nee. Dat je een huis krijgt. Zo. Meneer Latoy gaat even gekke drift Tokyo skills hier gewoon. Wil je alsjeblieft je wens vertellen? Nee, dat ga ik echt niet doen, bro. Want ik heb echt die lijzige wens. Als dat niet uitkomt, dan heeft iedereen deze auto grote probleem. Hoezo? Oh, wat? Als het niet uitkomt. Hoezo hebben wij dat allemaal gewoon... Als het niet uitkomt, bedoel je? Jouw wens te maken. Ja, hoe zijn we... Ja, daar moet je het vertellen. Ja, nu moet het, Jelle. Nee, dan komen we in een probleem met Jelle. Jelle, nu moet het. Iedereen van de vlog zit ook te wachten. Ik kan het gaatje niet vinden, moet je me helpen. Ja, dat wil ik niet. Wat zeg jij nou? Ja, sorry, maar... Zeg jij dat nou tegen Lin? Maar? Nee, ja, elke wens had ik gezegd, maar deze kan ik echt niet zeggen. Niet doen dan. Anticlimax dit. Zo, pam! We gaan gewoon de rood. Nee. Nee, hij is groen. Ja, nu is hij groen. Zo, er gebeurt veel. Nou, helaas weten we nog steeds de wens van Jelle niet. Maar we gaan dus nu eindelijk... Eindelijk is de hele club compleet. Dus we kunnen nu lekker naar Rotterdam toe. Ik ga het lampje uitzetten. Nee, ja, doe maar. Zo, op de weg letten jij, hè? Ja. Je was ook helemaal afgeladen, Jelle's wens, of niet? Ja, inderdaad. Ja. Oei. Jongens, we komen aan in Amsterdam en de hele weg wordt daar afgezet. Wat is dit? Allemaal politiebusjes. Arrestatie misschien, hè? Arrestatie? Ja, wie weet. Ik weet het niet. Kijk dan, 1, 2, 3, 4. Is dat geen slachtoffer? Misschien zijn ze onderweg. Oh, en een vijfde nog zelfs in de verte. Daar, links, zie je? Ja. Nou, geen idee. Wij zijn aangekomen in Amsterdam. We staan hier in de meest lege parkeergarage ook van Amsterdam, want dit is eigenlijk voor bussen bedoeld. Maar, dat weten heel veel mensen niet. Ja, dit is eigenlijk voor bussen. Ja, dit is voor bussen. Mag het wel? Ja, het mag zeker. Je mag gewoon lekker hier staan. Wat zie je er netjes uit, jongen? Zo. Dat vind ik echt mooi om te zien. Jij zegt het wel, maar jij ook, hoor. Ja, maar... Marcel, ik top dit. Eet hem een fauza. Alleen even de... Ja, het kraagje zit neer. Doe de kraag even mooi. Ja, het wordt echt een oudere man hier. Hij gaat echt naar de 60 toe, zo. Hij kleedt zich ook echt als een oude man. Ik zou dat die deel van jou met de haren, met donker... Oh, dat is film. En dit staat je echt beter. Ja. Zit je nou te flirten met hem? Nee, dat vind ik echt. Hij is alleen maar knapper geworden. Ja, vind ik ook. Nou, dan komt het toch nog ooit goed met mij. Ik ben aan sport. Waarom lach je nou? Nee. Jij bent al knap. Oh. Helemaal niks van snoep, suiker, helemaal niks. Behalve een Turks pizza. Ja, dat was echt het enige van die. Maar dat is gezond, toch? En ik ben al 3 weken lang 5 dagen in de week aan het sporten. Ja, jullie zijn goed bezig. Ja. Wauw. Kijk eens jongens, hier moeten we zijn. Moco Museum. Hop. Mooi gebouw zo. Wij zijn binnen jongens. Moco Museum. En kijk eens waar we in een prachtige ruimte hier binnenkomen. Nou, we zijn hier met z'n allen. Waar gaan we als eerst hier kijken? Ik zie al namen daar staan. Ik denk ook wel. Ja? Willen we daar echt in? Oké. Ik hoor hier ook muziek vandaan komen. Wat hebben we allemaal hier jongens? Dit is dus het Moco Museum. Ik ben heel benieuwd wat we hier allemaal tegen gaan komen. Maar ik denk dat dit wel allemaal al... Het is rustgevend gewoon. Ja, hè? Heerlijk. Kijk dit, er staan natuurlijk ook allemaal mooie. Wow, wat gebeurt er? Among the Sky. Ik ben benieuwd. Zo, ik word hier helemaal rustig van. Ja, echt, wel zin. Ja, hè? Kijk eens. Zo. Het is zo satisfying om naar te kijken. Nou, hè? Muziek. Zo, je wordt hier echt helemaal rustig. Het is gewoon bijna een droom, dit. Moeten we op de tv hebben voor het slapen gaan? Ja, ook met het geluid erbij zo. Kijk eens. Maar daar is het ook voor bedoeld, hè? Kijk, Dreamlike. Oké, ik ga heel even verder lopen. Als we hier doorheen gaan, wat krijgen we hier te zien? Kijk eens aan. Zo, dit voelt echt aan alsof je inderdaad in een droom zit. Ja, je moet echt gaan zitten inderdaad, hè? Ja, even goed zo. Okay. The Symphony of Nature is dit. Wauw. Je moet je ook niet echt zien, hè, dit. Zoals nu. Zo, je zit hier echt gewoon helemaal lekker rustig te chillen. Oh joh. Ik vind de muziek alleen al helemaal top.
Kijk, als hier helemaal stil en zen zitten dan ook. Helemaal rustig met z'n allen. Als wij dus aan de andere kant hier naar binnen gaan, Banksy. Dat is voor mij een hele bekende naam. Het is, ja, kijk, dit is precies wat ik bedoel. Banksy. Dit. Dit soort plaatjes inderdaad. Wat je hier ziet hangen. Kijk eens aan. En ook dit. Dat ben ik wel benieuwd naar. Ken jij Banksy? Dat kom ik wel. Maar ken je de naam Banksy? Heb je daar ooit van gehoord? Ik heb er wel eens van gehoord, maar ik kan het niet voor de rest plaatsen. Dat niet? Nee, dat niet. Maar kijk, dit kan ik wel. Dit heb ik al eens eerder gezien. Ja, ook een bekend plaatje dit. Dit plaatje kennen denk ik sowieso superveel mensen van ons wel. Er is toen ooit een keer iets mee gebeurd. Dit is dus door zo'n shredder gehaald, zeg maar doormidden gezaagd. Ik weet niet of jullie dat ooit nog die beelden kennen. Misschien dat ik ze nog terug kan zoeken. Last chance. Bastien will be bidding and selling for 860,000. Thank you very much. En dat is dus dit plaatje van Banksy. Maar het gave dus ook aan Banksy is dus... Niemand weet wie die guy is. Of het een guy is. Misschien is het wel een vrouw. Misschien is het wel een groep. Dat is het gekke. Het is gewoon compleet anoniem. Dus al die werken die hij maakt... Zeg maar, ze weten gewoon niet wie het is. Ze noemen het iemand van de straat. Toch? Ja. Iemand van de straat. Omdat hij ook wat dingen heeft gedaan. Wat eigenlijk helemaal niet mag. Ja. Zoals het biljet had. Was. Ja, we hebben het net eventjes gevraagd. Er hangt een biljet daar aan de muur. Ik ga het even laten zien. Kijk, dit biljet wat je hier dus ziet hangen, dat is een 10 pond biljet? 10 pond, ja. En daar heeft hij er dus toen een miljoen van gemaakt. Ja. Maar het probleem was dus dat mensen... Allemaal uitgedeeld. Ja. En de mensen waren zo dronken, die gingen daar ook mee betalen. Ja, maar dat mag natuurlijk helemaal niet, want het is gewoon nepgeld. Ik ben nieuw, ja. Voor een nieuwe business opkomen. Ja, gewoon nepgeld drukken. Ja. Oh, maar dat is eigenlijk gewoon natuurlijk criminaliteit in principe. Ja, dat kan niet. Nee. En toch denk ik dat je het van hem, omdat hij zo waanzinnige kunstenaar is. Nee, ook niet. Dat is wel tof dat hij iets heeft gedaan. Ja. Zonder dat hij wist dat de criminelen. En dat al die dronken mensen dat toen gingen doen. Ja, die gingen het gebruiken gewoon. Ja. Daarom kun je ook echt de videobeelden zien. Oh, echt? Dat is jezelf. Ja, maar dan zie je hem niet. Ja, maar dat is die anoniem. Kijk. Ja, hij is anoniem. Ja. Oh, dit zijn met die biljetten. It's all money. Maar die kan zoveel opgepakt worden. Ja, maar ja, niemand weet wie het is, dus in principe ja. Wij gaan naar boven, jongens. Ik ben heel benieuwd waar we uitkomen. Kusama, zo. Oké, waar komen we hier? Wow, is dit optische illusie? Wow, kijk dan even. Dat die ook. Zo, ik word hier helemaal een beetje... Die zult wel even asje. Ga eens daar staan, ik word hier helemaal een beetje dizzy van of zo. Ik bedoel, een beetje optische illusieachtig hier. Heb je dat niet? Ja, lang naar kijken. Ja. Zij heet dus Yayo Kusama. En er wordt dus net verteld dat deze vrouw heeft zich vrijwillig laten opsluiten in een gekkenhuis. Omdat ze gewoon de hele dag, ja, dat is echt een heel naar verhaal, de hele dag wilde ze stippen en dus pompoenen tegen. Maar ze is wel heel groot artiest. Dat is met welke naam ze allemaal samenwerken. Ja, ze werkt samen met Louis Vuitton en echt allerlei andere merken. Maar ze heeft zich gewoon op laten sluiten in een gekhuis. Omdat ze vond het allemaal wel prima zo. Ze vond het allemaal wel goed zo. Omdat ze gewoon de hele dag dit soort dingen wilde tekenen. Dat is toch gek als je daarover nadenkt. Ongelooflijk, hè? Pompoenen, maar kijk, ja, het voelt ook een beetje als een gekhuis als je hier zo staat met die optische illusie. Ja, ik zei het net ook al. Maar ook... Ja, je wordt een beetje gedesoriënteerd. Ja, maar het lijkt ook of dit... Ja, dat is niet zo. Nee. Oké, dit soort dingen wil ze dus gewoon de hele dag tekenen. En toch ja, ondanks dat ze zich even laten opsluiten, zo'n gek is het inderdaad zoals mijn vader wel echt gewoon een hele grote artiest. Ja, je kan met die strepen. Kunst is gek, hè? Eigenlijk ze zo nadenken. Echt heel, heel apart. Ja, want door die strepen allemaal een beetje zo. Ja, dan voel je een beetje gek ook hier, als je hier staat. Het lijkt net alsof die muur ook zo. Ja. Als we vandaar de volgende kamer ingaan. Wow, wat is dit dan? Kijk even hoe dit eruit ziet. Ja, dit is mijn favoriet. Is dit jouw favoriet? Ja. Waarom? Ja, weet ik niet. Daar viel mijn oog gelijk op. Zo, het ziet er wel gaaf uit. Zou je voor als je dit in je huis hebt staan ook fietsen? Ja, ik vind eerlijk is eerlijk ook al een beetje niet aan voor kunst. Het is wel dik. Eigenlijk zou ik meer kunst in huis moeten hebben, vind je niet? Dat vind ik al, man. Ja, toch? Kijk, of dit. Maar dan Lin. I'm not looking at you, I'm looking at the light that is bouncing off you. Turn the lights off and you're gone. Moet het lamp uit doen? Nee. Nee.
Als we hier de volgende kamer binnenlopen, kijk eens eventjes wat hier voor... Oké. Wat vind je van deze allemaal hier het mooist? Zeg jij het maar. Wat zou je eerst kiezen? Deze. Als je, ja? Ja, dat viel me ook. Kijk even hoe apart dit allemaal er ook uitziet, hè, dit hier. Ik denk toch deze. Deze, ja? Ja. Dit is toch gek? Cocaine en bollen. Kijk. Ik denk dat je hier 2 uur naar kan kijken en je ziet nog steeds nieuwe dingen. Dat is echt niet normaal. Maar ook al die tekeningen hier. Dit. Wat hier ook allemaal op staat. Leuk feitje om misschien nog hier ook over te vertellen, jongens. Jay-Z, Leonardo DiCaprio, die hebben allemaal dus zo'n ding als dit hier thuis. Het is gewoon... Dit is een beetje de top van de top. Kijk. Het ziet er ook echt wel gewoon heel apart uit. Oké, check dit. Kom naar deze kamer toe. Wow. Dit is gaaf, hè? Nice. Kijk dan. Het lijken gewoon... Maar dit zijn geen echte schoenen. Ik weet niet wat... Steen. Het is steen, denk ik. Het lijken gewoon... Wie heeft ze aan? Marble. Oh, ik heb ze niet. Papa! Marble. Ja, hier heeft ze aan. Ja. Kijk, ze staan hier dus ook in het zwart, maar het is dus blijkbaar marmer waar het van gemaakt is. Dus alleen zijn kaarsen, maar dat is dus echt totaal niet. Het is echt marmer, ja, als je goed kijkt. Deze zijn overkoten. Oh, gaaf dit. Ja, papa draagt ze, tenminste, het lijken. Ja, ja. Ze zijn iets hoger, die, ja, of die hier staan, de marmer, een beetje zeg maar. Ja. Maar er zijn nog wel iets witter ook. Kijk dan, als je goed kijkt, ik zag het helemaal niet goed kijken namelijk dit. Maar je ziet dus inderdaad, dit is eigenlijk echt zo'n, ja, zo'n typisch beeld van vroeger natuurlijk. Maar dan nu met een mondkapje, want dat is gewoon echt vanuit de tijd van nu. Of nou ja, in principe zo'n 1,5 jaar geleden, iets langer. Maar dan ja. zo'n beeld met een mondkapje. Helemaal uit marmer ook, hè? Ja. Gesneden of gemaakt. Ja, misschien, over zoveel jaar, ja. In de geschiedenisboeken. Hè, als we terugkijken op de coronatijd. Ja. Dan zijn dit gewoon de dingen. Met het mondkapje natuurlijk. Ja. We gaan weer even een verdieping omhoog. Het is echt een super mooi pand trouwens ook waar we in lopen. Het gave over dit ding om te vertellen. Dit zijn dus allemaal unieke vlinders. Die dus echt daadwerkelijk geleefd hebben. Kijk, als je ook gewoon erop inzoomt helemaal. Allemaal vlinders zitten dus in dit kunstwerk verwerkt. Zie ik, hè? Gewoon allemaal hebben deze geleefd. Gewoon echt. Ja, het zijn echte vlinders. Het is niet gespoten of niet geschilderd. Het zijn gewoon echt. Ze hebben ooit gevlogen. Echte vlinders. Kijk hoe mooi deze ook is, hè? Prachtig. Kleurig. Gek. Ja. Echt bizar mooi. En kijk, als we de volgende ruimte hier inlopen, check deze stoelen. Hoe gaaf deze stoelen eruit zien. Met al die, ja, die knuffels, om het zo maar te zeggen. Kijk, dit hier. Deze hier ook, helemaal in het rood. Zo, deze zou mooi staan in de studio trouwens, jongens. Bij mij, bij de Ferrari. En deze hier. Kijk dan. Zo, ik denk dat dit echt heel lekker zit. Maar dat gaan we niet proberen. Maar het zijn gewoon stoelen, dit. Kijk hoe gaaf het eruit ziet. Even een leuk vraagje aan jullie. Dit is een heel bekend poppetje. Wie weet hoe die heet? Ik ben heel benieuwd of jullie dat weten. Dat moet wel. Ik heb dus ook echt vrij weinig kunst in huis. Maar kijk, dit is ook echt gaaf. Deze dingetjes kun je dus ook in het klein kopen. Die kun je bijvoorbeeld echt voor €500 kopen. Dit is echt handel, hè? Ja. Die kan je daarna voor meer dan €5000 of meer zelfs verkopen. Geld waard dan of zo. Ja. Maar die is zo bizar. Maar in allerlei verschillende kleuren en dingen heb je dat ook. Nog een leuk dingetje om te laten zien als je meeloopt. Kijk. Je hebt dus een app ook. Moco Play. Oké, check dit schilderij. Er gebeurt helemaal niks, hè? Nee. Gebeurt niks, toch? Nee. En check dit schilderij. Er gebeurt ook niks, toch? Nee. Gast, ik vind het nu een beetje eng worden. Vind je het eng? Wacht even, ik ga je nu iets laten zien. Oké, je zag hem dus net. En als je het zo laat zien, hier, dan zie je allerlei vlinders. Of nou, vogeltjes. Het zijn geen vlinders, het zijn vogels. Die zie je hier helemaal bewegen. Via je telefoon dus. Oké, let op. What the fuck? What the fuck? Huh? Ja. Kijk, met je telefoon kun je hem gewoon zo laten lopen. Dat is toch ziek? Dit blijft ook echt een iconisch logo, jongens. Off-White. Kijk eens aan de muur. Er staan hier ook echt 3 hele gave dingen naast trouwens, maar ik denk dat we deze allemaal wel kennen. What you are about to see is a digital immersive art exhibition bij Studio Irma X Mokko. Oké, en dan moeten we deze hele trap naar beneden. Kijk eens aan. Waanzinnig. Waar gaan we uitkomen? Nu ben ik benieuwd. Oké, let's go. Daar gaan we. De Diamond Room. Zo, wow. Kijk hoe dit op camera eruit ziet. Wow! Zo. Hè? Wow, joh. Dit is gaaf. Er hangen hier dus 400 diamanten, hebben ze net verteld. Wow. Zo, maar. Dit is heel erg. Ja, hè? Oh, zo. Wow. Kijk, zijn dit geen spiegels? Ik weet niet meer wat spiegel is en wat. Nee, dat weet ik ook niet. kijk uit dat je dit niet echt gevaarlijk gewoon. Oké, volgens mij. Je hebt even geen idee waar je heen kan. Zo, ik heb echt even geen idee inderdaad waar ik... Oh, maar die kleuren ook allemaal. Zo, het is wel heel gaaf gemaakt. Wat ook leuk is om te vertellen, deze diamant die je hier ziet, die is opgedragen aan Nick Tutorials trouwens. Zo, maar dit is een space in the room.
Ik denk als je dit op de vlog kijkt ook, dat je echt niet weet hoe dit zeg maar in elkaar zit. Wel gaaf. Maar echt heel gekker. Oké, volgende kamer. Hier heb je een beetje hetzelfde effect dus. Zo. Kijk eens. Wat gek jongens. Kijk hoe het op camera eruit ziet, hè. Echt super trippy. Ik heb een nieuwe trui, kijk eens aan. Ook super nice. Ook van een van de artiesten, dus die hier boven zijn werk heeft hangen. Super gaaf. Ik zal even de achterkant laten zien, jongens. Ik zal hem even omdraaien. Kijk. Dit is de achterkant van de trui. Ik vind het echt een hele gaaf trui. Zo, daar gaan we. We zijn weer buiten, jongens. Echt toplocatie Amsterdam ook. Echt een heel mooi gebouw ook van buiten. Kijk eens even wat een pand. 904. 904 zijn. Ja, ja, ja. Nou, we hebben ook een mooi tasje meegekregen hier. Kijk eens hoe leuk. Wij zitten weer lekker terug in de auto met z'n allen. Nou, het was echt super interessant om dit allemaal te zien. En leuk. Leuk om ook wat meer over de kunstwereld zeg maar, te weten te komen. Ja, vooral ook die, er gebeurt veel meer dan dat je weet. Die vrouw zoals het die ze laat opsluiten in een gekkenhuis gewoon. Maar dat Parijs daarmee vol hangt op gebouwen ook. Zal ik me ook laten opsluiten in een gekkenhuis? Ja. Leuke vlogs dan jongens. Dit is wel eventjes grappig om te vertellen, jongens en meiden, denk ik. Ik ben echt... Ik werd wakker en ik schrok me even dood. Hebben jullie dat ook meegekregen? Nee. Op TikTok? Nee. Jullie hebben het niet meegekregen? Ik werd wakker en ik zag dit. Ik dacht, oh, leuke foto van Mel Jorn. En toen zag ik dit. Oh ja. Oh, ja. Ik heb het ook gehoord. Ja. En ik dacht, ik werd wakker en ik dacht, huh? Nee. Zelfs jij trapte erin. Zelfs ik, maar ik werd echt net wakker toch. En ik dacht even van, wacht, heb ik nou iets gemist of zo? Ja, denk van, en, het was een fractie van de seconde toch? En daarna dacht ik gelijk van nee, natuurlijk, want ik zag gelijk die eerste zijn die het weet. Maar het lijkt wel heel echt zo. Ik dacht, iemand heeft me echt gewoon zwaar gefokt. Hoe hebben ze dat gedaan dan? Nou, gewoon, dit is een ander, ik weet niet wie dat andere stel is. Ja, maar het lijkt wel op Melanie en Jordan als je het zo zeker. Ziet. Maar... Dus ook heel die comments staan ermee vol dat mensen gingen zoeken van of het echt zo was of niet. Maar zelfs ik dacht eventjes dat van... Heb ik iets gemist, ja. Ik weet het even. Nee, dat is het niet waar. Maar nee, jongens, helaas, Melanie en Jordan... Je wordt nog geen oom. Nee. En wij nog geen opa en oma. Nee, helaas. Jammer. Ben je ik had het. Nee, ik zeker niet. Nee, maar het had me wel leuk geleken. Dat, Ja, zeker. Ja. Nou, ik zou het ook wel leuk vinden hoor. Ik ben gewoon ook heel benieuwd hoe Melanie het dan bekend zou maken, zeg maar. Ja, ook dat. Ja, ik denk eerst trouwen toch. Lijkt mij. Denk ik. We zijn van de oude stempel. Maar dat zou ik wel leuker vinden. Jelle thuis afgezet. Mijn ouders die zijn ook alweer lekker vertrokken naar huis. En Lynn en ik zijn lekker samen hier met z'n tweeën thuis. En ik denk dat het lekker tijd is om naar bed te gaan. Ik lig alvast lekker in bed, jongens en meiden. Misschien dat we nog even wat gaan kijken, maar dat weet ik niet. Want Netflix en de televisie hier staat wel al lekker uitgeschoven. Lynn zal even lekker in de badkamer. Maar ik ga het ook lekker hier belaten, jongens en meiden. Dit was de vlog van vandaag. Ik hoop dat jullie de vlog een beetje leuk vonden. Morgen om 5:30 komt er uiteraard weer een nieuwe vlog online. Ja, ik zeg bijna elke keer nu aan het eind van weer een dag dichter bij de cruisegroepsvlogs, omdat ik er gewoon zoveel zin in heb. Ik weet niet, ik heb gewoon niet per se om in de vlogs, maar gewoon überhaupt om gewoon daar lekker naartoe te gaan. Super veel zin in, omdat het gewoon echt... Ja, ik ben heel benieuwd naar dat schip en alles hoe het eruit gaat zien. Maar ik ga het kort houden, dus jongens en meiden, ik wil jullie bedanken voor het kijken. Tot morgen om 5:30 bij weer een nieuwe vlog. En dan zeg ik nu... Oh, ik dacht dat ze in de badkamer was. Maar ik kon het toilet. Oké. Nou, jongens, maar tot morgen. En ik zeg later.